bubbly, 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 bubbly. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag gaan we weer eens een Sims 4 aflevering maken. Ik heb er al heel lang eentje niet meer gemaakt. En er is echt wel heel veel veranderd. Namelijk Millie, de moeder van Max, is een oudere geworden. En ik ging vanochtend spelen en toen was ze dood helaas gegaan. Dus ik weet niet of dat nu nog steeds is. En Max zelf, die is volwassen. En die heeft een vriendinnetje, namelijk Rosanne. Dus let's do it. En ik weet niet of ze nu nog alleen woont, want soms als je opnieuw uitlogt of inlogt, dan... Oké, ze is al dood. Dus ik ga gewoon nu met hem spelen. En we gaan kijken of ik vandaag een nieuw huisdier er weer bij kan kopen. Of Rosanne misschien bij ons kan komen. Of Sophie, dat weet ik even niet meer hoe ze heet precies. Maar of ze misschien bij ons kan wonen. Dus als we een huislid kunnen verplaatsen naar ons toe. Dat zou wel leuk zijn, want we hebben dus alvast de verkering. Maar, hij wou nog geen aanzoek doen. Oh. Er ligt een rekening in de brievenbus. Nee. En, oh ja, moeten we nog naar het werk? Go. Maxi werkt bij de geheime dingen. Geheime agent werkt hij. Nee, ga dan niet in bad, Slimpie. Ik weet niet wat hij allemaal kapsalade en BLT. Nou, dat kan allemaal daar. Mijn moeder is trouwens hier zo dood gegaan. Dus, ik weet niet, ze was hier aan het koken nog blijkbaar. Nou, dat doen we dan wel gewoon weg. Nou, dat kan niet. Oh, Max heeft 124 euro verdiend. Dit is trouwens de ding van Millie. En er staat hier, was she my year? Ik ga hier gewoon even mam achter zetten. Want het is natuurlijk wel zijn moeder eigenlijk. Wel heel zielig. Max is er weer. Ja, je ziet ook, het is nog niet zo heel lang geleden. En ja, ik ben weer een beetje op mijn geld gekomen. Want ik had inderdaad niet zo heel veel geld meer over. Deze kamer kan ik tenminste nu wel weer een kinderkamer gaan maken. Want ik wil echt weer heel graag weer een kind hebben met... Een kind maken met... Rosanne. Ja, hier, dit is Rosanne trouwens. Ik wil er nog veel dunner maken hoor, maar ja. Ik kon geen leuke tiener meer vinden, want ik weet niet of zij nog een tiener is. Ja, ze is ook al jong volwassen. Dus ja, ons liefdesbakje is al wel redelijk goed. Dus ik ga dit nu even verplaatsen eigenlijk. En ja... Ik vind het eigenlijk wel super leuk. Dat nu is zo. Even kijken. En dit bureau, dat hebben we eigenlijk niet meer echt nodig. Maar oké, dat maakt ook niet zoveel uit. Misschien kunnen we dat schilderijtje wel hier zo hangen. Zo, ja, dat is beter. Zo, dan kunnen we deze ook hier zo plaatsen. Want hier komen we toch nooit. Tenminste, als ik hem hier zo kan plaatsen in ieder geval. Dat wil hij nou nog niet helemaal doen. Eigenlijk was dit de kast van Sophia. Familie bedoel ik. Dus die kan ook gewoon weg. Deze kast vind ik veel leuker. Die had ik eigenlijk gekocht voor Millie. Alleen die heb ik toen uiteindelijk toch voor Max gebruikt. Nee, eigenlijk voor Millie en Tim. Alleen Tim leeft helaas niet meer. Die is daar overleden. Dus ja... Volgens mij is de geest van Kaya al weggekwijnd. Ik kan hier wel gewoon weer te zien, volgens mij. Ik heb geen idee. Noetje rouwen. Van Kaya is helaas al weg, dus ik... Oeh, ja. Kom maar even langs, hoor. Geest naar hier helemaal wat laten gaan. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen, want anders heb ik zoveel grafdingen in mijn huis staan. Daar heb ik geen zin in. Oh nee, hij moet naar de wc. Je wordt maar wakker. Ga maar even naar de wc hier. Oh, godverdamme. Go. Ik weet niet, maar waar blijft Rosanne? Nou ja, het zal wel. Ja. Het spijt me, Kaya. Vernietigen. Gelukkig is dat nog niet echt met echt Kaya gebeurd. Wat? Ze was er nog ineens. Nou ja. Misschien kunnen we nog een liefdesafspraakje vandaag houden. Zo romantisch. Oké. Wie is dit? Dat is denk ik Nietje. In ieder geval, ik heb heel veel thuissalade gemaakt. Wacht, wat zie ik nou? Gemaakt door Millie. Eigenlijk wil ik dit niet... Hoe heet dat? Ik wil het niet opeten, want dat vind ik zonde. Het is door Millie. Millie, onze arme Millie. Heeft hij nou deze wc schoongemaakt? Misschien moet ik even doorspoelen. Misschien helpt het.
Wie is dat? Oh, dat is Noetje. Oh, Noetje, Noetje, Noetje. Trouwens, ons dametje die is overleden aan ouderdom trouwens. Oh, oh, heb ik die... Oh, oh, oh. Oh, dit vind ik eigenlijk wel leuk, joh. Dit speeltje heb ik trouwens gekregen, dus... Die vind ik wel leuk. Ik heb nog steeds een kerstboom trouwens. Is hij moe? Oh, wacht. Bij mij mag je nooit zwemmen in het zwembad als je moe bent. Want helaas is Tim ook dood gegaan door omdat hij moe was. En daardoor dus ook in het... Ja, hij was moe en toen is hij gaan zwemmen en toen is hij dus dood gegaan. En dat wil ik alsjeblieft niet nog een keer meemaken, want dat was echt verschrikkelijk. In ieder geval, ja, hij is verdrietig. Zielig, 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 zielig allemaal. Twee onderdelen gevonden. Top, die kunnen we weer weggooien voor... Oké, wat gaan we nu doen? Misschien kan ik hier zo een soort van kamer maken met allemaal... Wat? Er liep een geest. Of niet? Maar in ieder geval, Max gaat werken. We hebben weer een... Oh nee. Rekening betalen. Oh nee, hè. We hebben geen stroom meer. Oh nee. Betaal nu meteen de rekeningen. Anders hebben we nooit meer stroom. Dan moeten we met dit kleine lichtje leven. Gelukkig. Oeh, we hebben weer stroom. Top. Ik moet dat voortaan gewoon in één keer doen. Maar oké, dat heb ik niet gedaan. Ja. Oeh, Roland extra. Kom lekker langs, joh meid. Oh, waarom is ze nou weer gewoon... Liefde. Dit nou, dat gaan we nog niet doen hoor. Nee, 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 nee. Dat gaat nog iets te ver. Nee, nee, nee. Nee, alsjeblieft, gaan we niet weg. Potverdorie. Loop jij eens een beetje door. Tim? Of Max bedoel ik. Oh, kunnen we ook gewoon... Oh ja doen. Zonder kindje proberen te maken. Is dit nou weer? Zijn nou weer te verdrietig? Nee, uitvraag doen we dan maar. Wacht, nee, dat gaan we niet doen trouwens. Ze zijn super moe. Ho, ho, ho. Jeetje. Dat ging echt heel snel. Zo, doen even pauze hoor. Misschien... Nee, waarom kan we alleen een kindje proberen te maken? Dat wil ik niet. Kushandje geven dan maar. Ik hoop dat ze een beetje werken, waardoor ze dan weer een beetje weer... Dat Max ook weer een beetje... Maar ik wil niet het kind proberen te maken. Ik wil gewoon, oh ja. En niet iets anders. Dat vind ik nog een beetje ver. Want ze woont nog ineens bij ons en ze is zelfs nog jong volwassen, dus... Zo lief. Ja. Come on. Ja, ja, ja. Oké, nu kunnen we oh ja doen. Dat vind ik wel iets fijner eigenlijk. Maar Max moet niet verdrietig zijn. We kunnen namelijk eindelijk oh ja doen. Nou, daar gaan we allemaal mee uitvragen. Maar dat doen we zo meteen wel. Probeer om te flirten. Hoezo? Oh, ja, dat gaat natuurlijk niet. Want ja, Max is zo verdrietig om zijn moeder dat het niet kan. Het is de hoogste tijd top, want hij is zo moe. Hij moet echt even gaan slapen. Go, sleeping. En we gaan het wel nog, denk ik, deze aflevering nog wel proberen te doen. We gaan lekker eten van onze moeders ding iets. Zo, die doen we even daar zo. Let op. Moeder. Dit beeldje nemen we dan ook maar mee. Die vond ik wel echt super leuk boven staan eigenlijk. Dus die nemen we dan ook wel mee. Helemaal top. Hey! Ben je er weer? Heb je al een stuk gemaakt? Nou, fijn. Super fijn. Ik hoop eigenlijk ook dat mami komt. Dat zou ik eigenlijk wel leuk vinden als mami nog komt. Want onze mami, ja onze mami, ja onze mami. Ik hoop het eigenlijk nog wel, maar ik weet niet of het nou echt gaat gebeuren dat mami komt.
komt. Misschien kunnen we deze midden in de kamer zetten. Zo, en nu die. Zo, oké. Okay. Hoi. Ja, je bent heel verdrietig, hè? Waarom dit boek kan je toch ook weer terug in de boekenkast zetten? Maakt het over een uur naar werk. Nou, fijn. Dat vind ik wel het leuke eigenlijk aan Tim. Want die dwelt alles gelijk wel gewoon. En dat heb je heel bij heel veel dingen. Oh nee, hij gaat naar zijn werk. Oh nee. Hij moet heel nodig naar de wc. Hij gaat echt in zijn broek plassen. Help! Dit is zo erg. Mijn handen zijn heel koud. Ik hoop dat hij op zijn werk naar de wc gaat, eerlijk gezegd. Yes, hij is naar de... Oké, gelukkig. Ontmaskerd. Tijdens het klussen wordt de agent van Max ontmaskerd. Agent van Max... Ontmaskerde agent meteen stoppen met de klus. Maar de agent wil het graag zelf afmaken. Maar Max hem bevelen om er vandoor te gaan. Of toelaten dat de klus af... Bevelen om te stoppen, ja. Is dan maar beter, hè? Prestatiegroei, dat is wel echt heel chill, want dat hebben we gewoon nodig. €152, top gedaan. Je moet niet woest zijn op jezelf, die heb je het super goed gedaan. Ik vind het zo raar om deze kamer leeg te zien, want hier normaal stond hier nog een bed. Van onze arme Millie, die helaas dood is gegaan. Maar hier staat ze nu mooi op kabouter Plop. Ja hoor, kom maar lekker langs. Hij is gelukkig, hij heeft geen, hoe heet dat? Hij is niet meer echt verdrietig, dus we kunnen misschien nu wel proberen. Oh ja, te doen. Oh ja, met Rosanne. Oh my god. We gaan het gewoon proberen, jongens. Mensen. I don't know of dit gaat lukken. Moet je snel slapen, jongen. Ik stop maar even met slapen dan. Ik zeg toch stop met slapen? Nee. Oh ja, met Rosanne. Ik hoop dat ze dit goed gaat vinden, eerlijk gezegd. Want ze wou ook nog niet trouwen. Relatie verbreken, nee, dat nee. Ik vind ze zo leuk bij elkaar passen, echt waar. Dan mag het niet uit elkaar worden gehaald door zoiets stoms. Oh, please. Nee, nu is zij weer verdrietig. Waarom dat nou weer? Waarom is zij nu weer verdrietig? Nou, nu snap ik het ook niet meer hoor. Nu is zij weer verdrietig. Kom, we gaan wel even een sociaal evenement. Nou ja, weet je. Ik wil geen kind proberen te maken. Want dat vind ik nog een beetje te ver gaan. En dan wil ik ook eerst toestemming aan mijn ouders vragen. Of het wel mag. Wat staat hier? Oh, romantische comedy kijken. Nou, leuk. Heel leuk. Je gaat dus eerst even naar de wc. Want anders pis je straks in je broek. En dan ben je daar nou ook weer helemaal... helemaal anders van. En dat vind ik ook niet zo heel leuk. Oh, ze heeft alle rommelige dingen eruit gehaald. Nou, fijn. Dat vind ik wel tof aan Rosanne. Want ze haalt, doet gewoon alles. Het is echt niet normaal, maar ze doet gewoon alles. Dat vind ik wel echt heel leuk. Mijn handen zijn zo koud van die muis. Oh, Millie! Ik wil Millie echt. Oh my god, Millie. Millie. Ga snel naar beneden. Het is Millie. Ah, ik ben helemaal hyper, jongen. Omdat Millie er is. Oh my god, ik wil kijken. Oh, ik vind het zo zielig. Beste vrienden worden, joh. Zijn we zien? Ja. Oh, dit vind ik leuk. Oh, dit vind ik nou zo leuk. Ze zijn beste vrienden geworden. Oh nee, hij moet over een uurtje naar zijn werk. Als je me niks sloopt, Millie. Jij was al degene die altijd alles... Millie. Ja, zijn profiel kijken. Gevoelens voor Max en Millie. Dif verbonden. Oh, beste vrienden. En het is gewoon hun moeder, hè. Ze is helaas werkloos. Ik heb haar trouwens, voordat ze dood ging, heb ik haar ontslag genomen. Nou ja, dat ze in ieder geval niet meer hoeft te werken. Want dat vond ik niet zo heel fijn. En ze verdiende steeds minder. Dat vond ik wel een beetje, dat ik dacht, ei. Dus dat was ook wel de reden. En ik moet trouwens nog een dier hebben voor dit.
Dus ja, maar dat was wel een beetje dat ik dacht, oei, oei, oei. Maar oké, okay. De volgende ochtend in dit iets, gaan wij, dat ga ik trouwens nu al inplannen, mee uitvragen. Want wij gaan even Rosanne mee uitvragen, dat vind ik echt helemaal perfect. Gaan we even naar een bar, daar hebben we ook gelijk eten, dat is wel handig. Had ik gezegd dat, oh ja. Schiet op, schiet op, schiet op. Ja, hygiëne is niet helemaal goed. Nee, Huub, ik heb nu even geen zin in jou. Hup, 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 wegwezen. Hup, hup, barbertruc. Dan kunnen we bij, denk ik, bij een bar kunnen we wel naar de wc en eventjes naar de even wat eten, want anders gaat Max ook dood en dan kunnen we hier maar verder spelen. Dus eigenlijk moet ik er zo snel mogelijk over gaan zetten nu. Let's do it. Rosanne Dijkstra, gaan we even mee uitgaan. Hopelijk zegt ze ja. Is ze ja gezegd? Oh, het eerste heeft ze nou nee gezegd? Wat? Oh, gaat ze nu? Heeft hij nou nee gezegd? Is dit nou? Nou zeg. Poep, poep, poep. Oh. We hebben geen... Wat gaat hij nou weer maken? Volgens mij gaat hij sla maken. Posje pakken. Ja, we gaan dit niet maken. Je weet, mama houdt daar niet van. Ik heb altijd van die vinkstertjes erin. Maar erg irritant. Maar ik ga hem nog een keer mee uitvragen dan maar. Want als het zo gaat, ja, dan vind ik het niet goed. Zeg maar, dat ze nou weer nee gezegd. Misschien moet ik gewoon deze doen. Misschien helpt dat. Rosanne is aan het slapen, misschien helpt dat. Wij zijn gewoon wakker midden in de nacht. Wauw. Oh, wie is dat? Dat is toch Kaya? Of niet? Ja. Oh. Nou zeg. Ik heb dat ding van Kaya juist net weggedaan. Zo erg. Ik dacht dat... Heb ik dan... Zie ik me nou? Ik heb Doenie weggedaan. Zo erg. Nou ja, maakt het ook uit, joh. Ik zie Doenie loopt hier toch niet zo vaak, trouwens. Dus op zich is dat ook niet zo heel erg, eigenlijk. Dus ik moet opeens bedenken. Dit gebeurt niet vaak dat mijn poppetje helemaal groen is. Ik vind het eigenlijk wel fijn. Heb je niet zoveel te doen, dan is dit wel fijn. Ik zit te wachten tot het even iets later wordt. Want het is nu heel donker. En Rosanne is nog aan het slapen. En dan kunnen wij niet zo heel veel doen natuurlijk. Dus ja. Volgens mij is het nu wel ochtend. Ik denk wel dat ik mee uitvraag. Ik hoop dat het... Oh nee, is die weer kapot? Dat zal wel niet. Nee, ook niet. Dan doe die wel. Wat is dit? Rotterdam, de Dijkstra ligt nog te slapen. Ja joh, waarom ook niet? Oh, we gaan naar zijn werk. Hij is hartstikke moe. Lekker handig. Nee, ga dan maar slapen daarna. Oh ja, met Rosanne. Wat is dit nou weer? Hoe kan Rosanne... Wat? Sip. Oh my god. Dit is zo dom. Oké. Het is wachten tot hij niet thuis komt. En hem gaat wel even keihard werken. Want anders krijgen we ook niet zoveel geld. En dat is ook niet zo handig. Rosanne Dijkstra loopt gewoon in mijn huis nu. Serieus. Kijk, hier loopt ze. En we kunnen bijna denk ik wel een aanzoek doen. En dan moet ze natuurlijk wel bij mij gaan wonen. Want ik wil niet weg van dit huis. Hier. Hup, woon ik al bijna 100 jaar, maar niet heus. Nee, nee. Oh. Dit is zo dom. Hij is weer thuis. Oh nee, hij is ongemakkelijk. Hij heeft wat gegeten, top. Ja, ga snel slapen, jongen. En daarna mag je even iets lezen. Auw, mijn knie knakte. Of mijn voet knakte, bedoel ik. Sla haar op de haak. Ja, liefde. Dat vind ik prima. Leer tenminste ook nog iets. Nee, niet... Hier is jouw kamer. Even dat je dat weet. Zo, die kan weg.
Sleep well. Rozoon Dijkstra, kom gezellig langs, meid. Dat is helemaal goed. Ja, we gaan even gewoon niks lezen. We gaan even wat eten. Oh, ben je nou weer verdrietig? Nou, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Kom lekker binnen. We gaan even dit doen. Want dit kan je gewoon altijd doen, hè. Je krijgt hier geen kindje door of zoiets als het niet mag. Dat krijg je namelijk niet door. Of dat je dat weet, dat je dat in ieder geval niet krijgt. Waarom ga jij nou weer weg, Slimpie? Dat moet je natuurlijk niet doen. Zo, zullen we die gewoon even doen? Ah, zo cute. Ja, maar als we dat kunnen, dan kunnen we ook dingen. Nee, dat ga ik nog niet doen. Hoe ver zijn we trouwens met onze liefdebalk? Oh, we zijn al heel ver. Nou, dan gaan we het gewoon proberen, joh. We doen gewoon even zo aanzoeken, proberen te doen. Fingers crossed dat het lukt, mensen. Ik hoop dat het... Ze zijn getrouwd! Oh! Oh my god. Het is gewoon gelukt. What? Oh, ik zag een bruiloft plannen. We gaan even een bruiloft plannen. Oh, plannen. Nou, je bent al weg. Wat gezellig, Rosanne. Oh, nou, dit vind ik nou echt zo leuk. En nog een chill op de kavel, want we moeten even iets bespreken, jongen. Verloofd? Ja, we moeten even iets bespreken. Nou, je hebt maar even pech. We moeten even iets bespreken, want we moeten eventjes een bruiloft plannen. We moeten echt even die bruiloft gaan plannen, want anders gaan we hier nooit komen, natuurlijk. Oh, ik wou zo graag dat Millie dit nog zag. Oh, nou ja, het is maar zo dan. Vind ik wel erg jammer eigenlijk, want dit had Millie denk ik wel leuk gevonden. Hoe Millie ik in heb geschakeld, zou ze dat denk ik wel leuk vinden, maar helaas. Dat gaat helaas niet meer lukken. Helaas, ze is al dood. Ja, doe dat maar later. Je gaat als eerst even... Oh, hoi Max. Of deze als Tim, zo, hallo. Oh, ik wil het echt vertellen aan hem. Naar liefde. Nee, ik moest advies doen. Misschien helpt dat. Maar oké, maakt het ook uit. Zij moet nu even gaan slapen. Dan kunnen we daarna wel even met haar praten. We moeten dat wel echt even doen. Nu dat ze getrouwd is, moeten we even een bruiloft plannen. Dat gaan we sowieso even doen, jongens. In deze video ga ik dat nog doen, hopelijk. En anders, ja, zien jullie dat later nog wel. En anders maak ik ook nog een deel 2 vandaag. Tjus. Ja, wat denk je dat ik aan het regelen ben, Slimpie? Oké, je bent nu wel klaar met slapen, want Rosanne Dijkstra is er. We moeten echt even die bruiloft plannen. Ja, maar dat is wel echt heel duur. Ach, misschien kan ik onmiddellijk gewoon met haar trouwen nu of zoiets. Hier, onmiddellijk met Rosanne trouwen. Samen intrekken, ja joh, prima. Ja, je komt wel bij mij. Sorry, maar je komt wel bij mij wonen. Zo, ze heeft echt veel geld, joh. Jeetje. Ik wil even wat bedrag overmaken. Nee, joh, ik wil niet met hem. Jeetje. Hoeveel geld is hij wel niet? Laten we gewoon 428 euro even overmaken. Ja. Tjing. Zijn nog 2000, hebben wij dit. 1, 2, 3. Ze zijn getrouwd. Oké, dan kunnen we nu naar sportschool. Maar misschien kunnen we dan nu wel... Oh ja, met Rosanne doen. Die vind ik wel leuk eigenlijk, trouwens. Maar dan moet ik ook even voor hun allebei nu eventjes een... Voor Max natuurlijk. Oh, zo lief. Ja, maar dan kunnen we nu. Moeten we wel even gewoon zo doen. Kom eens even hier, jongens toch. Ja, ik moet dit gewoon doen. Dit moet. Nee. Hierheen gaan. En jij ook. Hierheen gaan.
Misschien lukt het wel bij Rosanna. Wat is haar werk eigenlijk? Ze heeft nog niet eens een carrière. Oh my god. Wat is dit? Ze heeft nog niet eens een carrière. Nou, doe maar astronaut. Hoe lang zie ik haar dan niet? Zou ik babysitter doen? Wat is dit? Zou ik ook gewoon geheime agent doen voor haar? Ja joh, prima. Ik wil dit nou gewoon even doen. Kom aan. Zo moeilijk is het toch niet? Hoewel soms. Dit is best wel raar, want ik ken helemaal zo niet zo goed. Maar ze wonen nu wel bij elkaar. Dat vind ik wel super leuk. En in ieder geval... Oh, nou ja. Maar in ieder geval, ik hoop dat je hebt genoten van deze video. En ik zie je morgen. Tot morgen. Doei doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!